kijken of het... Ja. Hallo, ik ben Gunter Lestage en ik neem je vandaag graag weer eens mee in mijn boekenkast. Ik wil het vandaag heel graag met jullie hebben over het fenomeen gedaante. Als we aan het woord gedaante denken, dan denken we aan de uiterlijke vorm van een antropomorf figuur. Een gestalte van iets dat eruit ziet in zijn vorm als een mens, een uiterlijke verschijning, een geest, een postuur. Er bestaan ook een aantal uitdrukkingen waarin het woord gedaante een rol speelt. Zoals daar zijn. Je herkent zijn gedaante meteen. Hij is van gedaante veranderd. Hij was daar in gedaante van. Of hij heeft zijn ware gedaante getoond. Nu, het woord gedaante kan je ook gebruiken in de zin zoals bijvoorbeeld... We hebben dat feest toen gedaan te Grimbergen. Maar dat slaat natuurlijk nergens op, want hier betreft het de vervoeging van het werkwoord doen. En het feest was misschien niet in Grimbergen, maar in Roeselaar, ik zeg maar iets. Nu, wat mij persoonlijk het meest fascineert, wat het fenomeen gedaante betreft, is de gedaanteverwisseling. De verandering van de ene gedaante naar de andere, in feite. Zelf zit ik in een sector waarbij het veranderen van gedaante een wezenlijk onderdeel is in ons beroep. En het is ook iets waar ik mijzelf graag in verdiep, waar ik zelf graag mee speel, kortom, wat heerlijk is om te doen. De vermomming, de transformatie, de verandering van uiterlijk is iets wat mij als kind al fascineerde en nog steeds, nu ik van mijn fascinatie een beroep heb kunnen maken. Een beroep weliswaar dat door sommige beleidsmakers nog steeds onterecht als een soort hobby wordt beschouwd, maar daarover later meer. Nu, de gedaanteverwisseling is ook een fenomeen dat in de literatuur door grote schrijvers veelvuldig is beschreven. Denken we maar bijvoorbeeld aan de Latijnse dichter Ovidius. Ja, voilà, ik heb hem hier. Dat is Ovidius. Hij leefde iets voor Christus en is gestorven 17 na Christus. Ovidius schreef het meesterwerk Metamorfosen. Metamorfosen, ik heb het hier liggen. Metamorfosen is een prachtig boek waarin hij onder andere beschrijft hoe de jongeling Narcissus in een narcis verandert. En of hoe de god Zeus zich in een stier had vermomd om Europa te verleiden. In boek 1 trouwens, dat is het allerbegin van het meesterwerk, schrijft Ovidius het volgende. Ik wil gaan spreken van gedaanten die in nieuwe werden veranderd. Goden, leen mijn werk uw adem, want ook u deed mee aan die veranderingen. Leid ononderbroken mijn lied vanaf het eerste werelduur tot aan mijn tijd. Een prachtig boek, zeker de moeite om te lezen. Redelijk dik, maar een meesterwerk. Metamorfose. Daar heb ik ooit nog een bewerking van gespeeld in een regie van Piet Arfuy. Met Tanja van der Zanden, Mieke de Grote en Gilles de Schrijver. Maar goed, dit geheel terzijde. De Tsjechische schrijver Frans Kafka, die heeft dan weer het fantastische De Gedaante Verwisseling geschreven. De Gedaanteverwisseling, een fantastisch boek over een man, Gregor Samsa genaamd, die in een kever verandert. Niet de welbekende auto uit de jaren 60, maar het gelijknamige insect. Toen ik net was afgestudeerd van de toneelschool, studiejaar uiteindelijk in Antwerpen, heb ik ooit een voorstelling gezien, De Gedaanteverwisseling van Kafka, gespeeld door Mark Verstraeten. Mark Verstraeten, geweldige acteur, heb ik gezien in Malpertuis in Tielt. Fantastische voorstelling. Maar ook in andere kunstvormen, zoals schilderkunst en film, neemt het fenomeen van de gedaanteverwisseling vaak een prominente rol in. Denken we maar bijvoorbeeld aan The Fly van de Amerikaanse regisseur David Cronenberg. Met de geweldige Jeff Goldblum, die daarin in die film in een vlieg verandert.
En de film zelf was al een soort gedaanteverwisseling van de oorspronkelijke versie uit 1958, die dan weer een gedaanteverwisseling was van het boek van Georges Langelaan. Georges Langelaan, zijn naam doet vermoeden dat het over een Nederlander gaat, maar het is dus, Georges Langelaan is dus eigenlijk een Frans-Britse schrijver, die tijdens de Tweede Wereldoorlog bij de geallieerden als special agent werd ingezet. Georges Langelaan zelf onderging dus een gedaanteverwisseling door het ondergaan van plastische chirurgie. Dit was naar eigen zeggen nodig om zoveel mogelijk opmerkelijke uiterlijke specifieke eigenschappen uit zijn gezicht weg te werken, om niet herkend te worden door de vijand. Zelf vond hij dat zijn oren iets te prominent aanwezig waren en die werden na een chirurgische ingreep iets onopvallender gemaakt. Zodanig dat, kijk, als je dit nu ziet, is veel onherkenbaarder dan dit. Ook een gedaanteverwisseling. Nu, maar ook in de biologie, de geologie en de dierenwereld is sprake van gedaanteverwisselingen. Denken we maar aan de larven, naar de vlinder, de kikkervisjes, naar de kikkers, de salamanders enzovoort. Maar eigenlijk kan je zeggen dat alles voortdurend van gedaante verandert. In het vorige hoofdstuk Verbinding had ik het al eerder over de onwaarschijnlijke transformatie die ons heelal heeft ondergaan samen met deze planeet in de laatste pakweg 13,7 miljard jaar. Een plastische vergelijking die ik heb geleerd van Bill Bryson is de volgende. Als ik mijn beide armen uitstrek, ja, dat is nu natuurlijk nu moeilijk te zien, omdat ik heb niet zo'n heel brede lens, maar als ik mijn beide armen uitstrek en aan de ene kant van mijn arm begint de oorsprong van het heelal, dan is pas helemaal op het einde van mijn andere arm, meer bepaald de bovenste kant van de nagel van mijn wijsvinger, de mens ontstaan. Anders gezegd, sommige gedaanteverwisselingen duren gewoon lang. Andere gaan razendsnel. En als uitsmijter van dit thema lees ik graag nog eens de eerste pagina voor uit het geweldige De Gedaanteverwisseling van de Tsjechische auteur Franz Kafka. Ik neem het even bij. Toen Gregor Samsa op een morgen uit onrustige dromen ontwaakte, ontdekte hij dat in zijn bed een monsterachtig ongedierte was veranderd. Dat hij in zijn bed in een monsterachtig ongedierte was veranderd. Hij lag op zijn hard gepantserde rug en zag, als hij zijn kop enigszins optilde, zijn gewelfde bruine, door boogvormige geledingen verdeelde buik, waarop de deken, op het punt om laag te glijden, nauwelijks houvast kon vinden. Al zijn, in vergelijking met zijn overige omvang, zielig dunne poten flikkerden hulpeloos voor zijn ogen. Wat is er met mij gebeurd? Dacht hij. Het was geen droom. Zijn kamer, een echt, alleen wat klein mensenkamertje, lag rustig tussen de vier welbekende muren. Boven de tafel, waarop een uitgepakte monstercollectie stoffen was uitgestald, Samsa was vertegenwoordiger, hing de plaat die hij kort geleden uit een geïllustreerd tijdschrift had geknipt en in een mooie, vergulde lijst had gedaan. Zij stelde een rechtopzittende dame voor, van een bontmuts en een bonten boa voorzien, die een zware mof, waar heel haar onderarm in verdween, naar de toeschouwer omhoog hief. Gregors blik richtte zich nu op het raam en het sombere weer. Men hoorde regendruppels op het zink van de vensterbank kletteren, maakte hem diep melancholiek. Als ik nog eens wat slapen ging en alle gekheid vergat, dacht hij, maar dat was absoluut onuitvoerbaar, want hij was gewend op zijn rechterzijde te slapen, doch kon hij in zijn huidige toestand niet zo gaan liggen. Met hoeveel kracht hij zich ook op zijn rechterkant gooide, altijd weer schommelde hij in de rugligging terug.
Hij probeerde het wel 100 keer, deed de ogen dicht om de trappelende poten niet te hoeven zien en gaf het pas op toen hij een nog nooit ervaren lichte doffe pijn in de zij begon te voelen. O God, dacht hij, wat heb ik een inspannend beroep gekozen, dag in dag uit op reis. De opwinding veroorzaakt door de zakendrukte is veel groter dan op de zaak zelf en bovendien wordt mij nog de plaag van het reizen op de half geschoven. De zorg voor de treinaansluitingen, het ongeregelde slechte eten, een steeds wisselende, nooit blijvende, nooit hartelijk wordende omgang met de mensen. Het kan allemaal naar de bliksem lopen. Hij voelde een lichte jeuk boven op zijn buik, schoof zich op zijn rug langzaam naar het hoofdeind van het bed. Om zijn kop beter te kunnen oplichten, vond de jeukende plaats, die geheel met kleine witte puntjes die hij niet kon verklaren was bedekt. En wilde de plek met een poot bevoelen, trok die echter dadelijk terug, want bij de aanraking golfden rillingen van koude over hem heen. Hij gleed weer in zijn vorige houding terug. Dat vroege opstaan, dacht hij, maakt je totaal waanzinnig. Een mens heeft zijn slaap nodig. Tot hier het begin van de gedaanteverwisseling van Franz Kafka. Een geweldig verhaal. Sowieso geweldige boeken van Franz Kafka. Geweldige verhalen. Zeker de moeite om te lezen. Tot zover de gedaante. Ik ga mij nu transformeren naar een andere gedaante. Dag.